Nasser, als nummer 1 van de wereldranglijst, kan je dan tevreden zijn met een gelijkspel tegen Nederland? Ja, nee, ik denk belangrijk. Waar ga je? Later. Ja, tekst mij. Heb je mijn nummer? Dus ik denk beide ploegen hebben een redelijk goede wedstrijd gespeeld. En we hebben ook veel wisseling gedaan, zoals Nederland. En om te kijken welke tactiek was beter en voor welke spelers. Dus ik denk dat was een goede test voor ons. Ja, Quincy Promessi liep net even langs. Ken je nog veel spelers eigenlijk van dit Nederlands elftal? Ja, ik ken hem Quincy. Van je Twente-tijd? Luc de Jong. Hij zei ook, tekst me even, wat gaan jullie dan doen? Nee, omdat hij in Brussel blijft, misschien gaan we wat eten samen. Altijd gezellig. Je hebt vandaag tegen het Nederlands elftal gespeeld. Ja, wat vind je van dit Nederlands elftal? Het Nederlands elftal komt eigenlijk uit een dal, hè, maar je hebt ze ervaren. Waar staan ze volgens jou? Staan ze goed. Ze hebben nog een progressie om te maken. Omdat ze willen jong spelers. Maar de toekomst ziet goed uit. Wat zijn de sterke kanten van dit Nederlands elftal? Ja, ze hebben een goede balans. Ik denk verdedigend, middenvelder en aanvallend. Allemaal kwaliteit heeft. En ik denk dat voor hun het meest belangrijk is om te winnen. Die mentaliteit moeten ze hebben. Tot slot, volg je het Nederlands voetbal eigenlijk nog? Ja, nog een beetje. Soms kijk je naar wedstrijden. En ik ben altijd blij om te zien van de ex-teamgenoten ook. Waar je misschien minder blij van werd, is het nieuws van FC Twente dat ze gedegradeerd waren. Hoe kwam dat toen de tijd bij jou binnen? Ik heb een hele mooie tijd gehad bij FC Twente. Toen speelden ze nog voor kampioenschap. Dat doet pijn om te zien dat ze zijn gedegradeerd naar Jupiler League.